Zoutman bouwt hier in de Gentse haven de meest moderne zouttoren ter wereld. Voor deze sterk geautomatiseerde productie zoeken we nog technische medewerkers. Een unieke kans, want je krijgt de mogelijkheid om samen met Zoutman te groeien. Je zult in aanraking komen met alle mogelijke technische domeinen, zoals mechanica, pneumatica, hydraulica, elektriciteit en elektronica. Wij zoeken samen met jou de beste match, en dit afhankelijk van jouw interesse en ervaring. Het ruwe zeezout, onze grondstof, komt met grote zeeschepen toe op onze eigen kade en wordt gelost in onze zoutloos. Er kan hier tot 300.000 ton zeezout opgeslagen worden. Onze zoutterminal is ondertussen uitgegroeid tot de grootste van Europa. Na al die jaren blijft het voor mij nog altijd indrukwekkend. Vanuit onze zoutloods brengen we het zout met transportbanden naar onze productietoren. Op deze site hebben we bijna een kilometer aan transportbanden. Wanneer het zeezout in de toren komt, wordt het meteen gespoeld en gedroogd. Zout is corrosief en dat is voor de technische dienst best een uitdaging. Het zeezout wordt naar boven gebracht via elevatoren en daarna kan de zwaartekracht zijn werk doen. Het zeezout valt naar beneden en doorloopt verschillende processtappen, waaronder zeven en breken. Ons zout wordt ook optisch gezuiverd. 100 hypersnelle kleurencamera's en infraroodcamera's scannen het zout aan 35 ton per uur. Dit om zelf de kleinste onzuiverheden zoals zand of schelpjes er pneumatisch uit te halen. Onze techniekers monitoren dit proces uiterst zorgvuldig. Het zout kunnen we verladen in bulk en kunnen we ook verpakken in zakken van bijvoorbeeld 25 kilogram. Daarvoor komen er twee volautomatische FFS-verpakkingslijnen en palletizers. Hierbij is het mechanisch en elektrisch onderhoud van cruciaal belang. Dit om de gewenste afvalcapaciteiten te kunnen garanderen. We hebben natuurlijk ook veel aandacht voor duurzaamheid. Zo zetten we sterk in op warmterecuperatie en zuivering van proceswater door ultrafiltratie. Ook persluchtverliezen op sporen kan één van jouw taken zijn. In de controlekamer hebben operatoren en techniekers een eigen plek, want communicatie vinden we erg belangrijk. In ons nieuw atelier gebruiken we modern materieel en handgereedschap, zodat we alle technische taken op een veilige en kwaliteitsvolle manier kunnen afwerken. Kom gerust eens langs. We geven je met plezier een rondleiding, zodat je een goed beeld krijgt van je werkomgeving. Tot binnenkort.